Mirjam Prenger is lector journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Nico Drok is lector media en maatschappij in Zwolle, bij Windesheim. Alexander Pleiter is lector in Tilburg. Allemaal journalistiek. En Jaël Daan, u hoorde haar al even. Zij is senior onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. School voor journalistiek. Je had net al even het woord eerder vertelde je mij, toen ik vroeg hoe gaat het aan de School voor Journalistiek, toen zei jij, we gaan het of helemaal opheffen of we gaan alles anders doen. Dus dat lijkt me een mooie opening voor deze tweede en laatste discussie. Waarom zouden we het zoals het nu is de hele boel beter kunnen opheffen? Het was natuurlijk een beetje radicaal, maar wat ik daarbij wil zeggen is dat er moet wat veranderen. Kijk, als ik ben bezig met onderwijsontwikkeling, het gaat te langzaam. Er gebeuren... Er nu 2 jaar, hè? Ja, er gebeuren nu heel veel dingen. Als we het hebben over de studentenblog daar. Nou, ze hebben het zelf meegemaakt. Er gebeuren dingen. Ze zitten daar. Ze zijn als ondernemers bezig. Ze zijn aan het bloggen. Ze zijn niet alleen voor een krant aan het schrijven. Je hebt verschillende, zoals campus, toch? Je hebt verschillende vakken. Maar het is te ad hoc en het is te veel. Het zit niet over het hele curriculum. En dat is wel een groot probleem. Als je vraagt voor ondernemende... kritische journalist die ook denkt in innovatie, dan is het niet een kwestie van alleen maar richten op de technologie en richten op de technologische tools, maar juist omgaan met de veranderde houding om met die tools of die technologie om te gaan. En dat betekent niet alleen maar richten op de beroepspraktijk, maar ook richten op ons vak, het onderwijs. Het onderwijs is ontzettend veranderd, mede door de nieuwe technologieën. Dat betekent dat we anders moeten gaan denken, andere didactiek. De teaching hospital is een andere manier, een andere didactische didactiek om les te geven. Dus het is technologie... Is er al iets van te ontwaren, teaching hospital in Utrecht? We zijn er mee bezig op verschillende vlakken. Als het goed... Nou ja, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Piet, wel of niet? Nee. Piet, wel of niet? Even checken bij Piet. We zijn met ongeveer 5 of 7 experimenten bezig... waar we nauwer met de praktijk samenwerken dan we vroeger deden. Dat betekent niet alleen op stage, hè, dat is het 3e en 4e jaar... maar we werken samen met Dichtbij, we werken samen met Sanoma... met een aantal tijdschriften, met Villa Media, met Dagblad van het Noorden... bij het design. We willen met RTV Utrecht gaan we een project voor de verkiezingen doen... En dat zijn allemaal projecten waar studenten gedurende 6 à 8 weken... intensief in kleine groepen met praktijkdocenten ook werken. Met mensen die in de praktijk werken. En die in de sfeer van het teaching hospital ook echte dingen maken. Dat is over het algemeen in opleidingen nog alles een discussie. Maak je iets voor de docent en kijken die er eerst naar? Of gaan we het echt onmiddellijk al openbaar maken? En Daan, die hier naast me zit, geeft bijvoorbeeld het vak blog. Dat is op de school een enorme discussie geweest. En moeten we de blogs van... tweedejaars studenten onmiddellijk maar openbaar maken. We hebben ervoor gekozen om dat daadwerkelijk te doen. Dat levert A, beter werk op. Hè, dat studenten zeggen, ja, je bent echt bezig, iedereen ziet het. Het levert ook meer gezeik op natuurlijk. Mensen worden echt boos nu. En zeggen, dat heb ik helemaal niet gezegd of dat heb ik niet zo bedoeld. Dan denk ik, ja, dan zijn we in ons werk geslaagd. Daar hebben we veel praktijkgasten die komen praten. Dat is nog niet echt wat we willen. We willen eigenlijk docenten die erbij betrokken zijn. Laatste voorbeeld bij Dichtbij... Moeten onze studenten, bijvoorbeeld ook Tilburg werken bij samen... moeten onze studenten solliciteren bij Dichtbij... om daar hun werk ook in te leveren. Dat is veel meer betrokkenheid dan dat we ze een keertje als gastdocent langs laten komen. Of ja, gewoon over de schutting gooien als stagiaire. Dat blijven we allemaal doen trouwens. Hè. We willen... En worden ze ook wel eens niet aangenomen na die sollicitatie? Ja. En dan? Gaan ze huilen. Ja, nee, maar hoe gaat het dan verder met je opleiding? Nou ja, een opleiding moet je er rekening mee houden dat sommige mensen niet goed genoeg zijn. En dat sommige mensen het niet afmaken. En dat sommige mensen in andere beroepen terechtkomen. Ze willen zelf ook. Ja, ik zie allerlei handgebaren achterin. Nou, je kan het echt niet meer aanhoren. Nee, dat is het niet. Maar zal ik hem zelf voorstellen? Nee. We hebben het altijd over extra eisen stellen aan de docenten. Maar ik denk dat je echt moet beginnen bij de leerlingen. Ik kan, als je kijkt van een klas van 20 mensen, kan ik zo 10 mensen opnoemen. Waarvan ik vind dat de opleiding eerlijk moet zijn. En na een half jaar zegt, zoals de journalistiek zich nu ontwikkelt. Heb jij gewoon niet snel een baan na 4 jaar? En waarom kan dat niet eerlijker gezegd worden? Ik denk dat vroeger die mensen banen kregen bij kleinere media.
die plekken verdwijnen gewoon door het internet. En de enige mensen die je echt ziet doorbreken zijn de uitblinkers in de opleiding. En het is misschien wel HBO, maar het is wel een speciale opleiding binnen het HBO. Want het gaat echt om een vak en niet om informatie die je in je hoofd kunt stampen. Een wat mager, maar toch zeker wel een applaus. Nico Drok. Wacht even. Wat werd daar gezegd? Daar komen we nooit meer achter. Nico Drok, hoe is het niveau in Zwolle? Nou, heel goed wordt hier gezegd. Ja, het niveau is wel goed. Misschien dat er de gerichtheid niet helemaal nog is wat het moet zijn. Dus we zitten net als de journalistiek zelf wel in een overgangsproces. De gerichtheid waarop? Op de nieuwe journalistieke wereld. Ik bedoel, ik zal eerst even een bekentenis doen. Ik zit 33 jaar op die school. En dat is hier in deze zaal vandaag geen aanbeveling. Maar we hebben natuurlijk van die 33 jaar hebben we tenminste 25 jaar te horen gekregen dat we moeten opleiden voor de praktijk zoals die is. En daar zijn ook alle systemen en stelsels op ingericht. Dus hoe beter we aansluiten bij de status quo, hoe meer conformisme we vertonen, hoe beter het is. En ik bespeurde in het vorige panel eigenlijk weer hetzelfde. We zijn er twee stappen verder, we doen er wat met internet en weer moeten we aanpassen bij hoe het nu is. Ik denk dat dat dus nogal misverstand is. En ik denk dat Mark daar ook interessante dingen over zijn. Dat korte filmpje wat ik zag. Mark Deuze van de UvA. Mark Deuze, ja. En dat komt allemaal nog in een iPad magazine, heb ik begrepen. Dus we kunnen nog veel meer naar hem kijken en luisteren. Ik denk als je werkelijk innovatief onderwijs wil hebben, dan moet je dus niet doen wat we net allemaal deden. Namelijk voortdurend weer alleen maar naar die praktijk kijken. Dan moeten we een slag extra maken. We kunnen er ook voor kiezen om te zeggen, nou, we proberen de vinger aan de pols te houden. En als er in de praktijk weer een stap gemaakt wordt, gaan wij die stap ook weer maken. Dan sturen onze docenten weer naar nu.nl en dan leren ze weer wat technische dingen bij. En dan zijn we weer bij. Maar volgens mij ging het vanmiddag over iets anders. Namelijk, hoe kan het onderwijs juist wat meer voor oplopen en wat meer aan research en development doen. En dat vind ik een intelligentere benadering dan denken dat de opleiding journalistiek één op één voor functies in de journalistiek opleidt. En dit krijgt geen applaus, maken, want het andere kreeg net applaus. Jawel, oh ja, ook applaus. Maar, en contact maken met communities, want daar... Ja, dat vind ik essentieel en dat vind ik ook veel belangrijker dan... Gebeurt dat in Zwolle? Ja, dat gebeurt en dat moet nog veel meer gebeuren. Op welke manier? Wat nou, ik ga niet alle... Want het is wel vaker zo, als je achter zo'n tafel zit en Piet zit in de zaal, dat die eigenlijk al je spreektijd al te pakken heeft. Nee, maar een paar voorbeelden willen we wel horen. Ik beperk me even tot twee voorbeelden. Eén voorbeeld is een site die we ook met ondersteuning van het Stimuleringsfonds, waarvoor dank, gemaakt hebben om de grote groep van jongeren die dagelijks in Zwolle is en die geen nieuws meer tot zich neemt via de normale media, om daar een speciale nieuwsvoorziening voor te maken. Een nieuwsvoorziening voor jonge mensen met alle toeters en bellen, apps, communities, noem maar op. Dat doen we op de redactie van de Stentor, van Wegener. Dat doen we samen met de mensen van de Stentor. Er zijn ook docenten bij ons bij betrokken. Studenten doen na afloop zelf ook hun onderzoek, want ze moeten ook onderzoek doen. Heel belangrijk. Heeft dat één naam, dit project? Dit Kunnen we het project vinden? Heet, bij ons heet dat Mijn Zet, Mijn Zwolle. Zo heet Mijn Zet. Mijn Zet, zo begon de site. En inmiddels is het veel meer dan een site, maar je moet ergens beginnen. En we zijn bij een site begonnen. En dat project is nu buiten de subsidieperiode en we gaan het nu doorzetten. En nu moet het marktwaardig worden. Maar de doelstelling is niet om een site voor lipstiftliebhebbers te maken of andere niches op te zoeken. Het is echt journalistiek in de klassieke betekenis. Namelijk met een democratische functie, met een functie voor het publiek in de breedte. We zijn de laatste professie die nog niet volstrekt verkokerd is. En daar wou ik wel even aan vasthouden. Wacht even, we zijn de laatste professie die nog niet... Welke professies zijn dan wel volstrekt verkokerd? Nou, ik denk dat onze samenleving heel erg gespecialiseerd is. Ik vind het jammer dat onze collega uit Groningen niet meer is. Want ik denk dat journalisten juist hun kracht moeten zoeken in hun generalisme. Ah, Alexander Pleiter, jouw wenkbrauwen fronsen hierbij. Ja, nee, daar ben ik het echt niet mee eens. Want ik vind dat we vooral hele goede journalisten moeten hebben. En goede journalisten heb je vooral als ze veel weten. Als ze ergens, dus je bent het eens met Nico? Weten.
Algemene kennis. Je bent het eens. Generalisten bedoel je? Algemene ontwikkeling is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar ik denk ook dat het goed is als je als journalist ergens specifiek iets heel veel van weet. En je op die manier kan onderscheiden. Oh, sorry. Ja, juist wel. Ja, je hebt meer de lijn van Jeroen Smit. Nee, het is eigenlijk beide. Ja, nee. Zeg. Jeroen Smit zal ongetwijfeld ook zeggen dat elke journalist algemene kennis moet hebben. Maar je moet je onderscheiden van de concurrentie, vind ik ook. Als je op een bepaald vlak actief wil zijn als journalist, moet je daar gewoon heel veel van afweten. Ik denk dat we ontzettend veel behoefte hebben bijvoorbeeld aan goede rechtbankverslaggevers. En dat zijn dan verslaggevers die ook echt weten hoe het systeem werkt, hoe wetten in elkaar zitten. En daar heb je expertise voor nodig. Hoe is het niveau in Tilburg? Net zo goed als in Zwolle? Daar ga ik niet over. Ik zit niet in een visitatiecommissie meer. Ik ga er geen uitspraak over doen. Ik kan die opleiding op dit moment niet met elkaar vergelijken. Dus maar zijn er tafereelen gaande zoals die student ons daar vertelde, dat hij in zijn klas eigenlijk wel 10 mensen kan aanwijzen waarvan hij denkt, nou, volgens mij moet daar eerlijk tegen gezegd worden dat dit niet hun vak is? Ik denk wel dat dat voorkomt. Ik zou heel graag willen dat opleidingen veel selectiever zouden kunnen zijn. Ik zie ze af en toe. Ik heb zelf geen functie als docent. Ik geef af en toe gastcolleges her en der. Maar ik ben niet heel erg intensief betrokken bij het geven van les. Maar ik zie wel dat er studenten zijn die eigenlijk te makkelijk door een opleiding gaan. Wat ik het liefste zou hebben is dat we het eerste jaar helemaal niks aan journalistiek doen. Alleen maar inhoudelijke vakken geven over politiek, over recht, over noem maar op wat je allemaal kan verzinnen. Puur en alleen om aan studenten duidelijk te maken dat je eerst iets moet weten en er daarna pas iets over kan schrijven. Dus al die journalistieke vaardigheden weg. Maar ik praat vanuit een andere positie, want wij zijn een masteropleiding. Dat betekent dat je er alleen opkomt als je een bachelor hebt gedaan. En dan nog moet je door de selectie heen komen. En er zijn ongeveer 4 tot 5 keer zoveel studenten die op de opleiding willen dan wij toelaten. Elk jaar maar 30. En dat geeft ons een hele prettige positie. Namelijk, je kiest voor slimme, enthousiaste, goed gemotiveerde studenten met hoge cijferlijsten die ook nog een journalistieke ervaring hebben en ook verstand hebben van wat journalistiek is. In ieder geval daar ideeën over hebben. En die hebben eigenlijk gedaan wat Alexander nu voorstelt, wat de hbo-studenten ook eigenlijk zouden moeten doen. Nou, ze hebben in ieder geval ze hebben een bachelor, dus een algemeen ontwikkeling. Precies, maar dan nog is het ook onze taak. Er zit ook in dat wij hebben maar een programma van 1,5 jaar. En dan effectief heb je er maar, zeg maar, een jaar om echt wat bij te brengen. Want heb je ook nog een stage, er moet nog een masterscriptie geschreven worden. Daar zit een belangrijk onderdeel in. Gewoon politicologie en sociologie en kennis van hoe maatschappij en vooral hoe macht werkt. Want dat is natuurlijk heel belangrijk voor een journalist. En daarnaast laten nadenken. Want we kunnen heel snel zeggen van we doen dit of we doen dat of dat. Maar volgens mij is de essentie van een goede opleiding journalistiek is dat je studenten heel goed begrip bijbrengt van wat is journalistiek, waartoe dient het. Waartoe zijn wij op aarde? Dat is dus een vraag die ik echt regelmatig aan mijn studenten stel. En dat klinkt heel banaal. Maar het is wel heel fundamenteel. Want vanuit daar kan je denken, oké, als het vak zo verandert, hoe kunnen wij dan op net iets andere manier dat gaan doen wat wij belangrijk vinden? En dan is het voorbij het cliché van controleren van de macht of het dienen van de democratie. Maar echt, wat is het concreet? En wat betekent concreet dan voor een gemeenschap? Of wat betekent concreet ook voor de media waarmee we samenwerken? Wij hebben we hebben een vaste staf van 4 docenten. En we hebben iets van 25 praktijkdocenten. En dat zijn ook echt mensen uit de praktijk. Dus onze situatie is ook in dat opzicht anders dan bij HBO. Eigenlijk een luxe positie, hè? Ja, het is ook een luxe positie. Ik kan het echt iedereen aanraden. Ja. Nee, meen serieus. Alexander wil daarop reageren. En maak veel praktijkdocenten. En weet wat je wil met je opleiding. Ik ben het ermee eens dat het een luxe positie is. Maar tegelijkertijd vind ik dat die universitaire masters er eigenlijk veel te weinig gebruik van maken. Want ze krijgen inderdaad mensen met een studenten binnen met een bachelor. Die hebben bijvoorbeeld politicologie gedaan of economie of recht, noem maar op. En naar mijn idee zouden die masteropleidingen vervolgens juist die gespecialiseerde journalisten moeten opleiden. En dat gebeurt eigenlijk niet. Ze worden weer opgeleid tot algemene journalisten. Maar leid die mensen dan op tot bijvoorbeeld economisch journalist of politiek journalist. Gebruik die expertise die ze al in
Vind je dat een makker inderdaad? Nou, dat is wel eigenlijk wat wij hebben als onze master richt zich vooral op achtergrond- en onderzoeksjournalistiek. En daar gebruiken we echt wel de expertise die zij meenemen vanuit een opleiding mee. Wat een beetje een punt is, maar daar zit iedereen in heel journalistiek. Nederland zit daar mee. Wij krijgen vooral alfa's. Oh, en nee. En de journalistiek heeft enorm veel behoefte aan beta's. Ja. En daar kunnen wij niet zo heel veel aan doen. Ja, daar kunnen we wat aan doen. We proberen ook buiten de bekende groepen te werven. En wat je kunt doen is naar het vak aanbieden die kennis van economie en het lezen van cijfers en al dat soort dingen. En het is niet zo dat we generalisten opleiden. We zeggen niet van je moet je per se specialiseren. Want ik denk niet, het is wel, je moet weten waar je in onderscheidt. En maak daar dan gebruik van je vooropleiding. Ik ga even naar onze buitenlandse gasten. Ik ben ondertussen heel nieuwsgierig. I would like to ask a general question. What's your impression from the Dutch situation? Do we have a situation? George. Oh, the microphone is coming to me. Well, one of the encouraging things that I hear is that at least you've got a dialogue with a lot of voices in it. That's because the panel's too big. No, excuse me, Frederick, I don't think it is. I have been to countries where I've heard versions of this discussion dominated by very, very small numbers of schools. Larger countries than the Netherlands. So you've got a lot of voices in this argument, which is an upside for a start. I think, to be honest, this discussion about specialization, which it was Jeroen who originally raised this, I have to say I think is a distraction. There have always been specialist journalists. It is likely that there will be specialist journalists in the future. That's part of the curriculum. As far as I'm concerned, end of story. The really difficult and interesting questions are how you do things like labs, experiments, how you keep changing your curriculum. These seem to me to be the institutionally, I'm averaging here, tough questions, and I get the impression that there's something of an issue here, although there are always little national differences in how they play out. Mr. Newton, do you have an idea how far are we with the teaching hospitals? Are we far away from this concept? Well, like everywhere, there are pieces here and there, and the question is, you know, can someone put all the pieces together? But I think the discussion is very interesting, very good, and everyone is coming from an honest and sincere place. But the challenge is to teach. There are two things: what students know and what students can do, and those are both must be taught. And now, because of the digital age, there's twice as much to teach in both categories. And so without innovation in teaching, without using digital technology to make education more powerful, I don't know how you can teach twice as much with the same amount of time and the same amount of space. So it is a challenge. Just like the traditional news system, you have to continue publishing news today while you're figuring out how to change to do it tomorrow. I think that's the big question. And, you know, we're all on the same side. We're all on the side of journalism. So if we can avoid destroying ourselves while we try to improve ourselves, that would be good. Thank you very much. So that brings me weer terug bij Jael de Haan. Wat moet er veranderen volgens jou in Utrecht? Want daar begon jij net mee, hè? Het is misschien echt een open deur, maar kritisch denken, dat is basis. En als je het hebt over nieuwe technologieën, dan bij het vak eerstejaarsvak research, dan moet je niet leren hoe ze nieuwe online tools moeten gebruiken. Want over een half jaar zijn er weer nieuwe online tools. Maar als je ze echt leert en oefent met ze om kritisch te denken, om een vraag te stellen, om invalshoeken. Het kan dus niet zo zijn dat ze in het derde jaar, vierde jaar, dat ze dat nog niet kunnen. En ik chargeer nu een beetje. Maar we zijn in die trein gegaan met technologieën. Maar het is een attitudeverandering. En die technologieën veranderen continu. Het zijn allemaal tools. En hetzelfde geldt voor het onderwijs. Ik kreeg vanmorgen een mail, een reminder. Niemand heeft zich ingeschreven voor de training smartboards, docenten. Nee, dat is een tool. We beginnen eerst met een attitudeverandering. Gaan we het onderwijs veranderen?
gaan we op een andere manier gebruik maken van die tools. Dan gaan we eerst daarover praten en daarna komen die tools en daarna komen die trainingen. En wie is dan degene die die training bedenkt, waar niemand zich voor inschrijft? De manager. Nee, maar daar zit dus kennelijk ook een miscommunicatie. Oh, hier is de enige docent die... U heeft zich wel ingeschreven. Ik heb me net vanochtend ingeschreven. Ja. Na de reminder, hè? Na de reminder. Ja. Omdat ik vind dat je die tools die er zijn en die voor zo'n klas hangen... die moet je eerst doorgronden om te weten of je ze kunt gebruiken, ja of nee. Maar het is toch frappant? Het is heel frappant dat er blijkbaar niet genoeg aanmeldingen zijn. En dan komen we terug op cultuur of werkhouding. Blijkbaar is het niet dus... Willen we die technologie omarmen... Dan zit daar iets aan vooraf. Dan moeten we een gesprek over vinden van... gaan we op een andere manier onderwijs geven? Gaan we in de vorm van een teaching hospital? Dat is een andere manier van lesgeven. Ja, ik weet niet of dat nou echt met deze training verband houdt. Dat is een tool. Ja, maar ik zie je lijn niet. Nou, volgende week zou er wel weer een nieuwe training kunnen zijn met een andere tool. Zou u zich daar dan ook voor inschrijven? We hebben te maken met klaslokalen waar nu een smartboard voor de klas hangt. En we hebben niet meer die whiteboards en we hebben geen krijtjes meer. En dat betekent dat als je tools veranderen voor een docent, want dat zijn we allemaal, dan ga je die tools ga je doorgronden, ga je proberen om die te leren kennen. Maar jij vindt dus eigenlijk van die borden hadden nog niet opgehangen moeten worden. Nou, eerst had dat gesprek er moeten zijn. Nou, niet een gesprek, maar het is niet alleen maar in plaats van een krijtje, het is op een andere manier lesgeven. Ja, maar dat ga je daar in die training ga je leren, hoe je op een andere manier daarmee omgaat. Ja, maar blijkbaar is daar geen animo voor. En dat bedoel ik, daar moeten we dus een omslag in maken. Ik wil met De Haan wel een eind meegaan. Wie bent u? John Driedonk, school voor journalistiek in Utrecht. En nog een paar andere plaatsen. maar het is natuurlijk bezopen dat studenten derde, vierde jaar nog niet verder komen. En ik chargeer ook, maar dat maakt de discussie wat lolliger. Ik heb een heel leuk onderwerp. En als je dan vraagt wat, na 5 minuten gestotter, weet je nog niet wat ze willen. Dat is toch een probleem. Ze weten wel hoe ze iets moeten bloggen. Ze weten, technologisch weten ze heel veel, maar inhoudelijk weten ze geen zak. Maar hoe zijn ze dan in het derde jaar gekomen? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, maar wacht even, iemand heeft ze doorgelaten. Daar wordt gewezen. Is hier iemand die mensen doorlaat naar het derde jaar? Even kijken, jij wees naar achter, toch? Dat is wat we zeggen, wordt hier gezegd. Wie laat die mensen door naar de... Ah, daar zit hij. Nou, ik laat ze niet persoonlijk door. Maar ik wil best zeggen dat ik gewoon een ongelooflijk veel genadezesjes geef. En waarom? Ja, waarom? Nou, omdat we praten hier precies over... wat is de institutionele problemen die we moeten oplossen? We hebben het eerst gehad over... studenten die niet goed zijn, die van de school afgewezen zouden moeten worden. We zitten in een wettelijke context, hè, waarin studenten gewoon het recht hebben op onderwijs. Dus je kunt tegen studenten zeggen, en dat zegt vaak genoeg, van jij gaat het niet redden. Ja, kan mij wat schelen, ik heb gewoon recht op dit onderwijs. Dus ik krijg dat recht op het onderwijs. We zeggen dat docenten... dat ze zich moeten scholen en zo. Vind ik ook allemaal prima, dat is waar. Maar wat is de wettelijke context dat docenten een master moeten hebben? Dus wat gebeurt er met de docenten? De studenten, de docenten, die hele goede journalisten zijn... die moeten van school verdwijnen omdat ze geen master hebben. Of ze moeten die opleiding gaan volgen en hebben vervolgens geen tijd. En ik wil helemaal niet zeggen van het een is beter of het ander... maar dat is dat je die institutionele context waarin wij werken... als je dat er niet bij betrekt... net zoals je zegt van nou, docenten moeten veel enthousiaster zijn... en veel meer op die dingen betrekken. Kijk dan ook naar het aantal uren... want heel veel docenten protesteren natuurlijk over het aantal uren dat ze krijgen. Maar dat zijn allemaal institutionele dingen waar je het over moet hebben... en dat druist soms tegen de goede wil in. Dank u wel. Dan ga ik heel even naar meneer Newton. Mr. Newton... Can you believe this? We're stuck in this law system. It's all done by the government. Well, yes, well, when I ran the newspaper, you understand that the reporters said the editors were the problem. The editors said the management was the problem. The management said the owner was the problem. The owner said the public was the problem. And the public said the reporters were the problem. And you can go around that circle forever and never do anything. So the question is, you know, I mean, laws are important. In the United States, in about half of the states that have shield laws protecting
journalists, those include student journalists. So, you know, it is important that there are legal protections for the students who are doing reporting. That's the part of the law that I care about. But also if they don't show any ambition and just say, I have the right to this education? Well, there are always going to be students who aren't at the top. There are always going to be professors who aren't at the top. This isn't a newsroom. Everything we do doesn't have to be perfect before we can do it. This is a startup culture. We have to do the best we can and continue to innovate and innovate and innovate and make mistakes and do things less than perfectly, because you know, perfection is the enemy of the good. So I think you have to share how you get around and over and through those kinds of obstacles with each other, because at some school it's being done and another school it's not being done, and I can't tell you the exact formula for solving it, but when you solve it, you're solving it for the students, you're solving it for society, and for journalism. So I think it's worth working together to try to figure out. Thank you. There's a question here. Mag weer in het Nederlands. Ja, geen vraag, maar eerder een antwoord op... Bent u ook docent? Ik ben directeur van Fonds Hogeschool Journalistiek in Tilburg. En de vraag over studenten die in het derde jaar terechtkomen vind ik eigenlijk een non-discussie hier. Want dat kun je als organisatie zelf regelen, want je legt gewoon de drempel hoger. En dan werken studenten harder. Maar schijnbaar heeft Utrecht er in ieder geval voor gekozen om de drempel te verlagen. Wij hebben dat heel nadrukkelijk niet gedaan. Oeh. Maar mogen we alsjeblieft terug naar de discussie over het curriculum? Want die vind ik veel interessanter. Gaan we van de doeners ook denkende doeners maken? En wat kiezen we voor generalisme of specialisme? Want dat is volgens mij veel interessanter. Hoe ziet het curriculum er inhoudelijk uit? En welke uitdagingen hebben we daar? Ja, zou u daar een suggestie voor willen doen? Dan kunnen we daar verder aan tafel. Nou ja, de vraag inderdaad, hoe hou je ruimte in je curriculum om voortdurende vernieuwing aan te brengen? En gaan we voor specialisme of voor generalisme? Dat vind ik een interessante discussie. En waar begin je dan? Begin je dan waar wij voor gekozen hebben in Tilburg? De eerste twee jaar zijn basisvakken, basisvaardigheden en daarna gaan we keuzes aanbieden. Dat vind ik wel een interessante discussie. Dank je wel. Als de vraag is, sorry Henk Blank, ik ben journalist. Als nou de vraag is of jullie moeten specialiseren of generaliseren, doe het dan beide. Ik bedoel, laat Tilburg het een doen en Utrecht het ander. Zo moeilijk kan het toch niet zijn. Toch? Ja, er wordt hier geknikt, linksvoor. Door de buitenlandse garde. Mag ik die zijn dat toch met zeker? Graag. Waar we naar mijn idee in elk geval vanaf moeten is opleiden voor bepaalde media. Wat ik heel vaak zie gebeuren is dat we dan een afstudeerspecialisatie hebben, tijdschrift bijvoorbeeld of krant. En dan denk ik, ja, maar we leiden toch eigenlijk geen krantenmakers op, we leiden geen bladenmakers op. Wat we opleiden, dat zijn journalisten. En wat kan mij dat nou schelen of een artikel uiteindelijk in een tijdschrift komt of in een krant of in een app of... God beter het op nu.nl. Maar het gaat erom dat ze journalistiek werk kunnen doen. Dat ze dingen kunnen maken. Wat de hoofdredacteur van nu.nl in het eerdere panel al zei. Wij werken met een heleboel verschillende dingen. Ze moeten niet alleen een tekst maken. Maar ze moeten ook kunnen denken in beeld en in infographics erbij. En dat zijn de dingen die we ze vooral moeten leren. Maar zeker niet specifiek opleiden voor een bepaald medium. Dat is ook de dood in de pot voor studenten die later aan de bak moeten als freelancers. Want die schrijven niet voor de krant, die schrijven niet voor een tijdschrift. We staan die richting in Zwolle, ja, hè? Ja, maar het is volgens mij hier hetzelfde als bij de algemene ontwikkelingskant. Volgens mij moet je gewoon wel beide doen. Het heeft natuurlijk, het begint in het eerste jaar met internetjournalistiek en crossmediale journalistiek. Maar we bieden studenten wel op enig moment de mogelijkheid om zich wat toe te leggen. Dus ze denken vanuit het orkest. Maar dat is misschien wel helemaal achterhaald. Het is tijd om echt verder te denken. Het zou kunnen, maar het gaat ook niet per se om de krant of wat. Maar het gaat wel om. Je hebt studenten die vooral heel erg goed kunnen schrijven. En als ze eenmaal de algemene journalistieke basis hebben, is het zonde om die studenten te blijven dwingen slechte televisie of slechte beelden te maken. Ik bedoel. Als je goed kunt schrijven, en het medium is dan op zichzelf minder belangrijk, maar het kunnen schrijven of het kunnen filmen, dat zijn nog wel weer even verschillende faculteiten. Ja. Hallo, mijn naam is Rob van Velzen. Ik geef journalistiek in Drachten op en houdt u vast. ROC, MBO, u weet wel.
En met alle respect, ik zie mensen kijken, het kan echt. Want dat is echt, ik vind het buitengewoon boeiend, want ik hoor heel veel hbo's steggelen en doen, maar wij doen het gewoon op een mbo. Dus mijn vraag zou zijn... Wat doen jullie daar precies? Bloggen, journalistieke houding, gewoon de basics van kritisch zijn, invalshoeken bedenken. We maken foto's, we doen een cameo. Zelfs ondernemerschap is er nog bij. Ze krijgen af en toe nog een baan ook. U gelooft het niet, maar het is echt waar, zelfs in deze tijd. Dus mijn vraag zou zijn, met al het gesteggel uit met name Utrecht, wat wat mij betreft een lokale discussie is en niet voor hier. Ik ben wat... pittig, maar wat is de meerwaarde van het hbo als ze doorgaat? Ik hoor, bij ons gaat het goed op het mbo. Ik hoor de universiteit het ook goed doen, maar het hbo... Ik bedoel, ja. Oké, okay, we zijn nu op het punt gekomen van het afschaffen van het hbo-journalistiek onderwijs. We moeten een beetje stappen zetten, mensen. We kunnen niet... nee, maar even... U heeft er al 33 jaar op zitten, dus op zich... Ja, 68 het... inmiddels. Nee, maar... Gaat... Nee, maar, nou ja, maar weet je, ik weet niet, ik wil wel anders. Ik denk dat het hbo best of both worlds is. Ik denk dat wij de combinatie hebben van aan de ene kant studenten skills bijbrengen. Ik denk dat we daar misschien in de afgelopen jaren wat ver in zijn doorgeschoten. Dus wat, misschien wat ver naar de richting van het mbo toe zijn gegaan. Wat ik nu zie op alle opleidingen is een beweging weer wat terug. Ook naar de reflectieve en onderzoekende kant. En van de universiteiten in het verleden, dat is nu wat anders, maar in het verleden waren de universiteiten heel erg reflectief. Dat was journalism studies, dat was boven de journalistiek hangen en alleen maar reflecteren. Maar goed, dat is kennelijk verleden tijd. Nou ja, voor een deel wel, voor een deel niet. Ja. En wat dat betreft groeien denk ik een aantal universitaire opleidingen en de hbo-opleidingen dichter naar elkaar toe. Maar er is veel concurrentie. In omvang niet zo hoor. Een groot aantal masteropleidingen zit rond de 10 of 15 studenten. Nou, 30. Nee, ja, laat ik het even opnemen voor het hbo. Dat klinkt ook weer zo... volgens mij heeft het hbo buitengewoon nuttige functie. En het is meer dat je moet afvragen... een discussie die nog niet gevoerd is. Ik voeg het maar even bij. Moet je zoveel studenten voor de journalistiek opleiden? Dus ik heb het niet over media en communicatie. Maar willen al die studenten journalist worden? Dan moet je ze ook wel heel specifiek die journalistieke... vaardigheden bijbrengen. Wordt die vraag gesteld bij de selectie? Of selectie bij de inschrijving? Jij al daaraan, weet je dat toevallig? Zeker. Bij de opleidingen doen we al zo lang als ze bestaan. Wordt er neergeschud? Ik weet het niet precies. Okay. 50 jaar lang wordt er al aan instroombeperking gedaan. Ik bedoel, we zijn de enige hbo-opleiding die dat kan zeggen. En er wordt bovendien in het eerste jaar heel streng geselecteerd. Oké, okay. Hier is nog een vraag. Ja, Elge van der Wel, journalist zonder journalistieke opleiding. Dus ik ben een beetje bevoordeeld. Maar in het kader van de discussie nu een beetje aan wordt gezwengeld... kan de journalistiek zonder journalistieke opleidingen? Hele... Ja, dat is wel een leuke vraag. Antwoord van de panel al op kan gokken. Dat is vast nee, maar ik ben wel benieuwd. Nou, nee hoor. Nee, ik ben zelf van huis uit historicus en daarna journalist geworden... en nu docent journalistiek. Geen lector, maar gewoon docent en coördinator van de opleiding. Ik heb geen enkele journalistieke opleiding... Maar wij hebben geprobeerd op de UvA iets te creëren. En dat hebben ze in Groningen ook gedaan. Dat proberen ze elders ook. Waarbij je in een zeer korte tijd studenten bijbrengt... waar ik ongeveer 10 jaar over heb gedaan. En in dat opzicht hebben ze een hele duidelijke, nuttige rol. Namelijk dat ze je met mensen die heel veel ervaring hebben... dus wij geloven echt in het model van praktijkdocenten binnenhalen. En mensen die echt met de chef van de researchredactie van RTL Nieuws... de eindredacteur van Nieuwsuur... heel ervaren verslaggevers van krantredacties... en mensen die met vernieuwende projecten bezig zijn... die haal je binnen, die vertel je de studenten... een jaar lang overspoel je ze met allemaal informatie... geef ze allemaal tips, gooi ze in het diepe... zeg je, dit is ongeveer wat we willen, ga maar aan de slag... en dan worden ze heel streng bij ons aangepakt. Leuk is het niet, maar na 1,5 jaar kom je er wel uit... op een manier waar je dan anders langer over zou doen... En dat zijn, en je leert kritischer nadenken over het vak. Nou, dat is volgens mij in essentie wat een goede opleiding journalistiek zou moeten doen. Zou journalistiek uitsterven als er geen opleidingen zijn? Nee, natuurlijk niet. Want er is een soort basisbehoefte aan journalistiek. En onze taak is om te zorgen dat degenen die journalistiek bedrijven zo goed mogelijk zijn. Op al die niveaus waarin journalistiek bedreven wordt.
Een vraag van Hille van der K. van Tilburg. Ja, nee, ik zou graag willen aansluiten op onze collega van ROC. Schitterend wat je zegt. Wat ik altijd merk als we het hebben over opleiding in journalistiek, dan hebben we het over HBO Zwolle, HBO Utrecht, HBO Utrecht of Tilburg. Ik werk zelf ook bij Fontys, dus daar ben ik ook onderdeel van. En wat ik interessant vind is dat het lijkt alsof wij allemaal gewoon hetzelfde doen. En ik denk dat het verstandig is als wij eens met z'n allen kijken, niet alleen op HBO-niveau, maar ook op WO en ROC-niveau. Wie doet nou wat? En misschien moeten we ook wat meer tegen elkaar af. Nee, niet af gaan zetten dat het klinkt negatief, maar dat we ons allemaal wat meer onderscheiden. En ja, ieder maar ook vervolgens kijken hoe passen onze opleidingen bij elkaar. We hebben met de universiteit laatst fantastisch journalistiek onderzoek gedaan met ROC in Tilburg. Vanuit de Unie zijn wij samen met Fontys aan het kijken hoe kan ons onderzoeksblok alle minor vormen op de HBO. Ik weet dat er meer voorbeelden hiervan zijn. Maar zouden we het nu niet meer over dit soort dingen kunnen hebben in plaats van een beetje negatief in een rondje draaien van wat er anders allemaal niet zo goed gaat? Dat waren we toch niet aan het doen, hoop ik, negatief in een rondje draaien. Want het is ook bijna tijd om heel positief een rondje te draaien aan de bar. En daar, nee, maar dat is een goede suggestie. En die kunnen we misschien meenemen in de wrap-up. En jullie kunnen eventueel, als jullie dat willen, aan die bar ook verder praten hierover. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Nee, je mag niet geven.